Welkom bij Nokspellersonder, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op de verschillen tussen de twee Through the Ages Story of Civilization spellen zit, de oude variant en de nieuwe. Uitgegeven door CGE, deze nieuwe variant, maar beide spellen spelen met 2 tot 4 spelers en je bent er ongeveer een 2 uurtjes mee zoet. En aangezien dit best wel een klassieker te noemen is, ben ik vooral nieuwsgierig van wat hebben ze aangepakt in de vernieuwde variant, een nieuw Story of Civilization ten opzichte van de klassieker. En dan gaan we aan de ene kant kijken natuurlijk grafisch wat er anders is. Ik gok dat een aantal componenten een stuk beter zijn, maar ook regeltechnisch wat zijn de verschillen. Laten we gewoon maar eens beginnen met wat zit er in deze dozen. Zoals jullie kunnen zien, de box is een stuk groter. En wat ze in de oude variant gewoon heel slecht hadden gedaan, waren die hele kleine mini schijfjes die je op de spelersborden neerlegt. En die heb ik zelf ook al niet meer, want ook ik heb ze weggegooid. Was daar ongelukkig van, je kon via Board Game Geek kon je upgrade components doen, zodat je gewoon mooie plastic kubusjes kreeg. Maar dat was niet hoe het er standaard uitzag. Standaard waren het kleine houten schijfjes die één keer licht hoesten all over the place lagen. En dat zit natuurlijk standaard in deze vernieuwde variant. En daar heb je gewoon de kubusjes meteen al in de box zitten. En ook de componenten voor de spelers, die zijn een stuk mooier geworden ten opzichte van het eerste spel. Dan kunnen we eens een blik werpen op een spelersbord. Dit is het nieuwe spelersbord. Dit is het oude spelersbord. En ook daarin zullen jullie zien is grafisch het een en ander wat opgewaardeerd. Ziet er gewoon wat strakker uit. Mooier artwork, mooiere layout. Gewoon wat gemoderniseerd. Het hoofdbord uit het basisspel is ook niet bijzonder fraai. Het is efficiënt, maar ja, om dat te zeggen, hier word je heel warm van. Valt ook een beetje tegen en dat is ook weer veranderd. In de nieuwe uitgave hebben ze ervoor gekozen om gewoon allerlei verschillende borden te maken waarop je het een en ander bij gaat houden. En ook daarbij zie je al gelijk dat de vormgeving en de uitstraling een stuk fraaier is. En dan gaan we nog even de kaarten vergelijken, want ook het artwork is vernieuwd. Ik heb hier de Era 1 kaarten. Simpel, kleur gecodeerd, gewoon efficiënt, niet bijzonder fraai. Ook niet lelijk, maar vooral doeltreffend in de vormgeving. En dan heb ik hier een aantal Era 1 kaarten uit de nieuwe variant. En je ziet gelijk al, die zijn voorzien van artwork, plaatjes met een integratie van de symbolen en de eigenschappen. Het ziet er gewoon een heel stuk aantrekkelijker uit. Het is gewoon allemaal opgepoetst en opgefraaid. Kortom, qua vormgeving heeft het een gezonde facelift gehad. Maar is er ook nog iets veranderd qua spelregels? Jazeker, er zijn een aantal aspecten veranderd in het nieuwe spel ten opzichte van het oude spel. Wel onder het toezicht oog van de bedenker Vlada Svatil, want zowel de oude als de nieuwe variant zijn van zijn hand, want het spel is voor het grootste gedeelte hetzelfde. Maar wat is er nou precies anders? De eerste grote verandering zijn de tactics kaarten. Elke speler kan natuurlijk tactics op een gegeven moment krijgen en die zijn maar één ronde exclusief voor die speler. De volgende keer dat die speler aan de beurt is, legt hij zijn tactic kaart hier op dit specifieke bord. Je markeert hem met jouw tactic standard, zoals dit tokentje heet, een nieuw tokentje wat in deze editie zit. En vanaf dat moment kan iedereen die tactic eigenlijk kopiëren. Voor 2 militaire acties kun jij ook jouw standard op deze tactic leggen en gebruik maken van de eigenschappen van deze tactics. Een andere verandering is als je een nieuwe leider speelt, terwijl je er al eentje hebt, dan vervang je die en krijg je daarvoor een civil action terug. Dus dan is het niet meer helemaal een verspilling van een actie. Er is niet langer een limiet op de militaire strength, de science of de culture growth of science points. Dus die limiet is verwijderd in deze nieuwe editie. Overtollige militaire kaarten worden nu aan het einde van jouw beurt, dus voor maintenance, afgelegd in plaats van aan het begin na politics. Dus dat is een verandering. En bij Sacrifice and Defense is er ook het een en ander aangepast. Het sacrifice, het opofferen van militaire units als onderdeel van Aggression and Wars is niet meer in het spel. In plaats daarvan heb je nu een nieuwe manier om je te verdedigen tegen aggressions. Je kunt
militaire kaarten afleggen, discarden, voor 1 plus 1 strength. Er is echter wel een limiet aan hoe vaak je dat mag doen als verdediger. Het totale aantal defense kaarten wat je speelt en kaarten wat je aflegt om die plus 1 strength te krijgen, mag niet over je militaire action waarde heen gaan. Dus daar zit de beperking. En er is iets veranderd in de end of turn sequence. Zoals je ziet, de corruption staat nu voor de food production. Dus je hebt 16 blauwe blokjes. En je kunt dus duidelijk zien hoeveel je moet betalen. Afgezien van welk getal al zichtbaar is tijdens de corruptiefase. Maar die volgorde is veranderd. Dan zijn er nog een paar kleine regeltjes. Als je resigned, een speler die de oorlog aan jou verklaard heeft, op het moment dat jij resigned, die scoort daarmee 7 culture punten. Het mag er in de vierde age niet meer geresigned worden. En tot slot, onze grote vriend Napoleon is aangepast. Die geeft niet langer dubbele tactics, maar die geeft nu 2 military van elk type military unit en 2 military actions. En dat zijn voornamelijk de grote veranderingen in de regels. En natuurlijk, ja, de verschillende kaarten zijn ook getweaked, aangepast, gestroomlijnd. Die ga ik niet allemaal één voor één behandelen. Maar dat is een beetje wat er anders is in deze nieuwe variant ten opzichte van de eerste uitgave. En dan komen we weer de vraag, je staat voor de keuze, je wilt Through the Ages graag hebben en je kunt kiezen uit de oude variant en de nieuwe variant, welke pak je? Het antwoord voor mij is heel simpel, ik ga onmiddellijk voor de nieuwe variant. Qua artwork, qua layout, qua vormgeving is dit een enorme stap vooruit gegaan ten opzichte van de eerste editie. Het spelmechanisme op zichzelf, daar hebben ze zo min mogelijk aan lopen veranderen, want dit is gewoon een geweldig spel om te spelen. En dat blijft hetzelfde geweldige spel in deze nieuwe variant, maar dan in een fantastisch jasje. En tegelijkertijd hebben ze kritisch gekeken naar een paar kleine punten, een paar onderdelen waarvan ze zeggen, nou, dat zou misschien nog beter kunnen. En die hebben ze geïmplementeerd in deze nieuwe variant. Of in deze nieuwe uitgave moet ik eigenlijk zeggen, want je kunt het niet eens een variant noemen. Dus ja, wat mij betreft is dit gewoon de superieure titel. Ondanks dat ik leuke herinneringen heb aan deze variant, heb ik ook frustraties over bijvoorbeeld die stomme schijfjes die er heel slecht op liggen. En ja, de vormgeving is echt heel ouderwets ten opzichte van dit prachtige spel, waarbij alles gewoon een mooi gelikt en nieuw jasje heeft gekregen. En ook wat ik zeg, de kaarten zelf zijn onderling ook een stukje aangepast op sommige vlakken, waardoor ze net wat gebalanceerder zijn, net wat strakker spelen. Dus ja, in alle opzichten, anders dan een nostalgische traan, wint de nieuwe A New Story of Civilization het van de oude variant. Dus wat mij betreft, als je kiest, kies voor de nieuwe. Er is ook nog een leuke uitbreiding voor, die je hier dan gewoon bij in kan stoppen. En verder blijft Through the Ages gewoon een klassiek Civilization spel wat erg goed in elkaar zit. Dus zeker de moeite waard om een keer te spelen. Spellen zolder.